Jacques Bongaerts, keramist-pottenbakker uit de Limburgse Tegelen, geboren in 1920. Reeds als kind was Jacques gefascineerd van kerst en het kerstverhaal gebeuren. In de begintijd van zijn keramisch leven ontstonden dan ook snel zijn eerste kerststalletjes uit de klei. Hij maakte ze als hobby voor de lol in zijn hobbyclubje in 1935. Daarna als verkoopobjectjes om zijn opleiding tot meesterpottenbakker en om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien in de jaren na 1945. Tijdens zijn hele keramische leven ontstonden vele kerststallen en kerstbeeldgroepen. Tijdens zijn opleiding werd zijn examenstuk geboren en als meesterwerk beoordeeld. Enkele oude en enkele nieuwe stallen en de allerkleinste van enkele centimeters groot. In 1996 werd het idee geboren een grote kerststal te boetseren. Er was over deze lengte van de kerstgroep goed nagedacht. Achter het grote vensterraam van zijn woonhuis zat een 3,5 meter lange en 40 centimeter brede vensterbank. Dit zou de ondergrond worden voor de te bouwen kerststal. Kinderen zouden dan de kerststal met kerst kunnen bekijken als ze er langs kwamen vanuit de school. De vakhuisjes ontstaan. U ziet het afmeten, het controleren en uitsnijden van de huisjes. Af en toe wordt via de maquette gecontroleerd of de huisjes goed staan. Het Mergellandschap ontstaat. De achterkant wordt goed passend gemaakt en bijgewerkt. De laatste delen worden aangezet. De achterkant. Er is te zien dat het geheel hol is. Je ziet dat de huisjes uit losse elementen bestaan. Deze kunnen nog een klein beetje ten opzichte van elkaar verschoven worden. De grotere delen worden gedroogd in de droogkast. Jacques begint aan het glazuren van het kerststalgedeelte. Alles gebeurt uit de losse pols, zonder druk om het ongebakken stuk niet te beschadigen. De reeds geglazuurde delen. Hier is ook te zien dat de huisjes genummerd zijn. Deze markering maakt opbouwen van de losse delen later natuurlijk makkelijker.
Nog enkele huisjes moeten geglazuurd worden. De kerststal met de herdertjes. De diverse onderdelen zijn nu geglazuurd. Het idee achter de kerstgroep: een kerstgroep situeren in de eigen omgeving. De reden is simpel. De plaatselijke kerstgroepbouwers hadden nog nooit Palestina gezien, dus kozen ze voor een plek dicht bij huis. Jezus komt dan niet ter wereld zoals in het kerstverhaal verteld wordt, maar in een prachtig knus dorp in bijvoorbeeld de Provence of op de Spaanse hoogvlakte. Met dat gegeven in zijn achterhoofd begon Jacques Bongers in september 1996 aan de kerststal, die hij in een Zuid-Limburgs landschap plaatste. Het poetseren van enkele van de kleine plasticjes, allen ongeveer 5 cm tot 8 cm groot. Hier is hij bezig met een liggend schaapje. Het poetseren van een staande schaapje. Dit duurt iets meer dan 1 minuutje. Met het afwerken 1,5 minuut. Om het inzakken te voorkomen, wordt het kleine plasticje op een nageltje geprikt, zodat hij verder kan werken. Het aanbrengen van de transparant glazuur in de spuitkleurcabine. Dit ziet wit uit van kleur, maar wordt doorzichtig en geeft na het bakken de glans aan het product. Wordt voorzichtig aangepakt na het spuiten. Het kan nog stuk gaan. Het inzetten van de huisjes in de oven. Baktemperatuur 1020 tot 1030 graden Celsius. De randen van een huisje zijn aan de achterkant ontdaan van de glazuur met een vochtig sponsje. Anders zou het product nadien aan de ovengrondplaat vastgebakken zitten. Voorzichtig inzetten. Bij het inzetten is een klein beetje transparante glazuur beschadigd en wordt bijgewerkt. Het opbouwen van de nieuwe laag in het oventje met steuntjes waarop weer de volgende ovenplaat komt. De losse geglazuurde figuurtjes moeten nu ook nog een transparant laagje krijgen. Ze zijn te klein om in de spuitkast te spuiten en worden stuk voor stuk met de hand ondergedompeld in de transparante witte glazuur. Heel voorzichtig, niet knijpen,
De glazuur wordt weer met de natte spons verwijderd. De miniatuurtjes gaan in een ander klein oventje. De grootte van de miniatuurtjes 2, 3 of 4 centimeter. Dit is een 2 centimeter klein konijntje. De grotere stukken worden nu ook met transparant glazuur gespoten. Weer over de onderglazuur heen. Dit brandt weer weg en de kleurlaag komt glanzend tevoorschijn na het bakken. De grote oven met de grotere stukken gaat open. Spanning of alles zonder breuk uit de oven komt. Het ziet er goed uit. De figuurtjes zijn op de stukken extra meegebakken en zitten nu dus vastgebakken. De huisjes komen uit het kleinere oventje. Ze zijn nog heet, vandaar de handschoenen. Er moesten nog enkele figuurtjes geboetseerd worden. Hier het boetseren van de 8 cm grote vrouwenfiguurtjes. Het weer met de handglazuren van de diverse andere geboetseerde figuurtjes, waaronder de stevel met zijn orgeltje. Een mannetje met kruiwagentje gevuld met aardappelzakken. De engel voor boven het kerststalletje. Het karretje van de visboer. Nu is de Limburgse kerststal klaar. Het heuvellandschap met vakwerkhuisjes en de kerk van Mergel. Maar er zijn ook Noord-Limburgse elementen te zien. De dorpstypen uit zijn jeugd lopen door Jacques Kerkdorp. Het gevaarte bestaat uit 9 delen en weegt een dikke 100 kilo. U ziet weer de diverse details. Door het bakken komt de kleur en de glans mooi tot zijn recht. De vrouw die houtskool verzamelen met haar geitenkar. Mannetje met de kruiwagen.
Verspreid over 3 maanden heeft Zager een kleine 400 werkuren ingestoken van september 1996 tot december 1996. Het hondentrekkarretje. Met die lengte van 3,5 meter ben je er niet snel op uitgekeken, zeker niet als kind. De scharenslijper. Spelende kinderen. De visboer die elke vrijdag kwam. De plaatselijke orgelman die meer dan 60 jaar geleden door de straten van Tegelen trok. Tussen de diverse figuurtjes ziet u een pottenbakker met een rugzak met potten en een ezeltje met Jabo keramiekproducten. Het Limburgs Museum had de primeur de kerststal als eerste aan het publiek te laten zien. Door het plotseling overlijden van de kunstenaar is de doelstelling van het plaatsen op de vensterbank van het woonhuis nooit verwezenlijkt. Nu is de kerststal bijna ieder jaar met de kerst in de tienschuur in Tegelen te zien.